Welkom allemaal. Mijn naam is Krijn Voren en ik mag u vandaag het een en ander laten zien over het modelleren. Met name het modelleren wat in onze opinie niet pas zou gaan starten als een ontwerp definitief is, maar in wezen al start op het moment dat we met een voorlopig ontwerp van een gebouw bezig zijn. Ga ik uiteraard doen met ons hoofdprogramma met Archicad. Ja, mochten er gedurende het seminar vragen opkomen of wat dan ook, dan werken wij met het GoToWebinar palet voor dit webinar. In het palet vindt u een aantal knoppen, met name een die de mogelijkheid geeft tot het stellen van vragen. En uiteraard een handje op te steken op het moment dat u even onze aandacht wilt. Het palet zelf kan verkleind worden met het oranje pijltje, zodat u uw computerscherm optimaal kunt benutten. Goed, eventjes heel kort, ik ga hier niet te lang bij stilstaan. Wie is Cubus, wat doen we enzovoort. Voor meer informatie op dit vlak wil ik u graag verwijzen naar voorgaande webinarsessies of gewoon naar onze website en dergelijke, om daar deze informatie terug te vinden. Zoals gezegd, ikzelf ben Krijn Voren en werk met een 34 collega's inmiddels bij Cubus. En ja, wij houden ons met name bezig met software voor de ontwerpende tot aan de uitvoerende en zelfs ook nog wel steeds meer de gebruikende bouw. Ja, mensen in de bouwdisciplines, bedrijven in de bouw. Dat doen we met een aantal producten. Archicad en Solibri zijn daarbinnen een aantal hoofdproducten. Simple BIM is daarbij een hoofdproduct. En BIM Collab is daarbij een zeer belangrijk product. Ja, we hebben verschillende webinars die ook verschillende onderwerpen belichten. Waaronder ook webinars waarin wordt verteld wat doet Solibri, wat is Solibri, wat is BIM Collab, wat doet het. BIM Collab staat hier niet voor niets in het midden van, in het midden tussen allerhande BIM-applicaties, BIM-gereedschappen. Omdat namelijk BIM Collab de speel is in het web. Als we het hebben over BIM'en, het is het communicatieplatform waar langs al die applicaties goed met elkaar kunnen communiceren. Goed, dat in ieder geval voor later. Natuurlijk hebben we nog een aantal bijproducten, of althans bijproducten. Het product waar Cubus ooit uit ontstaan is, Cubus Specs, bestekverwerker. En wat bijproducten in de vorm van een Artlantis voor visualisaties of een SketchUp voor wellicht wat massastudies. Zoals gezegd ligt de focus voor vanmiddag in ieder geval op Archicad 19, wat op dit moment nog de laatste versie van Archicad is. De insteek voor vandaag die heeft met name betrekking op het starten met het modelleren tijdens een voorlopig ontwerp. Ik gaf net al even aan, we hebben meerdere webinars al gedaan. En daarnaast zijn er ook meerdere informatiefilmpjes, interviews van gebruikers enzovoort, die al online staan. Deze zijn allemaal te vinden op het YouTube-kanaal van Cubus, Cubus Info, waar u al deze informatie terugvindt. Dit webinar zal daar ook later deze week of wellicht volgende week te vinden zijn, op het moment dat u dat nog eens na zou willen zien, om wat rustiger aan dingen op pauze te kunnen zetten enzovoort. Goed, voor vanmiddag. Wat ik nu wil gaan doen, is starten met een programma van eisen, daar een soort van massastudie van maken, daar wat aan te vormen, wat kleurcodering aan toe te voegen, om uiteindelijk bij een vorm van een gebouw uit te komen. Ik ga daarin nu met name Archicad zelf inzetten voor specifieke stukjes tijdens het ontwerpen of voor specifieke stijlen in het ontwerpen, kan het natuurlijk best wel eens heel interessant zijn om dat met parametrische tools te kunnen doen, dus parametrisch ontwerpen. Dat is niet iets wat ik in dit webinar zal gaan behandelen. Ik wil daarvoor ook verwijzen naar ons YouTube-kanaal, wat ik net ook al even aanhaalde. Want naast het feit dat wij dit soort webinars doen die wat algemener zijn, organiseren we ook een hoop webinars die veel inhoudelijker op product en gereedschappen binnen producten ingaan. En daar zullen we ook in de loop van het jaar wat meer gaan vertellen over bijvoorbeeld de connecties tussen Archicad, Archicad en Rhino Grasshopper om op een parametrische manier met ontwerpen bezig te kunnen zijn.
Goed, de introductie zou ik kort houden, dus wou ik ook hierbij laten. Ik wil eigenlijk direct gaan naar een stukje demonstratie, naar het doorlopen van die stappen, om dus zo'n ontwerp in een model alvast op te maken en aan te passen. Om daarmee te beginnen, heb ik net al even aangegeven, wil ik starten met een programma van eisen, met een bouwprogramma. Wat ik hier heb is gewoon een Excel-sheet waarin ik natuurlijk verschillende ruimtes kan definiëren. En waarbij ik bij ruimtes kan zeggen, nou ik wil graag dat ik een woonkamer van 35 vierkante meter ga krijgen enzovoort. Dus ik kan hier zelf uiteraard, zoals ik in Excel aan de slag kan zijn, een heel programma opstellen. Daar allerlei eisen waar mijn gebouw aan moet voldoen samenvatten. De stap om daar uiteindelijk daadwerkelijk een model of een model van te maken, die gaan we in Archicad zetten. Dus wat ik hier heb is, ik heb hier een leeg project. Er zit nog niks in. Dit is een project wat gewoon is gestart door de Archicad te installeren en te zeggen, ik wil een nieuw project starten. Wat we dan al wel direct voor handen hebben, zijn een hele reeks met structuren, mapjes waarin we de verschillende fasen die we met een project doorlopen gaan terugvinden, met verschillende layouts die daarin vast zijn aangemaakt, maar allemaal natuurlijk nog leeg zijn, enzovoort. Maar het geeft al wel vast een basis, waarvandaan ik wat sneller uiteindelijk natuurlijk aan de slag kan zijn straks, omdat ik niet eerst allerlei definities zelf hoef te doen. Goed, ik wil een ontwerp maken en daarbij wilden we dus gebruik maken van het programma van eisen wat ik net al eventjes liet zien. Wat ik hier ga doen is, ik ga hier dat programma van eisen koppelen. Dus dit is een link naar het bestand wat ik net in Excel ook open had staan. Dus we zien hier ook die wijziging die ik had gedaan, de woonkamer die 35 vierkante meter moest worden. Dat zien we hier allemaal direct terug. Wat we hier doen is een vertaaltabel eigenlijk aanmaken waarin we zeggen welke informatie Archicad uit welke kolom in die Excel sheet moet halen. Op het moment dat dat goed staat en we laten die gegevens inderdaad binnenkomen, dan worden hier automatisch al die ruimtes die in die Excel-sheet stonden, worden aangemaakt. Dat betekent ook dat als ik nu bijvoorbeeld in Archicad een lijst zou genereren waarin ik alle verschillende ruimtes oplijst, dat we hier ook dezelfde gegevens zien als die we net in onze Excel-sheet zagen staan. Dat is natuurlijk logisch, want ik heb nog helemaal niets aangepast of gewijzigd. Ik heb alleen maar dat ding ingelezen. Wat is er gebeurd tijdens dat inlezen? Als ik even een 3D-venster erbij pak, dan kunnen we hier zien dat ik in het 3D-scherm al direct een hele reeks met verschillende ruimtes in het model heb staan. Die ruimtes die staan hier als een wireframe. Die kunnen natuurlijk ook een soort massa worden, een materiaal meekrijgen, een kleur meekrijgen. Om op die manier wat beter een onderscheid te hebben. Ze zijn nu alleen wel allemaal dezelfde kleur, dus dat geeft mij nog niet heel veel inzicht. Wat we natuurlijk daarvoor zouden kunnen gaan doen, is ik kan door wat favorieten te maken, heb ik hier wat definities van materialen aangemaakt, waardoor ik kan zeggen, ik ga verschil maken tussen de materialen, kleuren en eigenschappen, waaronder ook de eigenschappen die bijvoorbeeld in het labeltje worden getoond. Dus het labeltje wat hoort hier bij zo'n ruimte, daar zien we de naam, het nummer, maar ook het oppervlak staan. Hier bij de garage zien we dat bijvoorbeeld nog niet. Dit zijn allemaal dingen die we kunnen instellen binnen Archicad. En door die instellingen af te stemmen op hetgeen wat ik nodig heb, kunnen we zorgen dat inderdaad die informatie vastgegeven wordt. Uiteraard is die informatie allemaal al lang aanwezig. Alleen wordt het gewoon soms wel en soms niet getoond. Daar ben je als gebruiker uiteindelijk voor om te bepalen wanneer je wat wilt zien. Ga ik nu nog eens terugkijken naar dat 3D-venster, dan zien we hier inderdaad dat daar al wat verschillende kleuren worden gebruikt voor de verschillende ruimtesoorten die ik in mijn model heb zitten. Nou, zo kunnen we uiteindelijk natuurlijk die kleurcoderingen doorzetten over de verschillende verdiepingen heen. Dus ik wil dat ook wel op de bovenste verdieping hebben. Ik heb hier wat badkamers, een tweetal. Ik heb een hal die ik hier wil toepassen en ik heb een terras wat ik hier wil toepassen. En op de bovenste verdieping heb ik nog een overloop, heb ik nog een badkamer en heb ik uiteindelijk ook nog een verblijfsruimte, een slaapkamer. Zodat al die labeltjes meteen juist kunnen worden neergezet.
Nu is dit natuurlijk nog geen gebouw, dus om hier nu daadwerkelijk wat meer vormen aan te gaan geven. Dat kan overigens in zowel 2D als 3D gedaan gaan worden. Wat ik hier kan doen is, ik kan hier zeggen, nou, deze ruimte, deze kantoorruimte, die wil ik graag hier plaatsen. Ik wil graag dat die hal, die wil ik er hier aan vastplakken. En zo kan ik natuurlijk in 3D al met zo'n ruimte aan de slag gaan. Voor mij is dat niet altijd even overzichtelijk, omdat ik bijvoorbeeld ook dezelfde soorten ruimtes heb die hier nu ook dezelfde kleurcodering hebben gekregen. Dus in sommige gevallen is dat natuurlijk veel gemakkelijker om dat vanuit een 2D-zicht te doen en hier vandaan met die verschillende ruimtes aan de slag te gaan. De functionele opties die we hebben, die zijn uiteindelijk wel gelijk in zowel 2D als 3D. Dus stel dat ik even die halve stukje opzij zet en hier in 3D zeg, goh, deze kantoorunit, die wil ik graag wat anders hebben in de verhoudingen. Ik wil dat die wat dieper wordt. En op het moment dat ik daar aan ga duwen of trekken, dan zien we ook meteen dat die ruimte smaller wordt. En wat ArchiCAD hiermee doet, is ervoor zorgen dat die vierkante meters die ik had opgegeven, dat die blijven zoals ze zijn. Dus die kantoorruimte, die is nog steeds die 10 vierkante meter die ik in het programma van IJs had opgegeven. Zodat ik hier wat kan proberen, wat kan experimenteren met vormstudies. En op die manier kan zorgen dat ik het model op de juiste manier ga verfijnen. Nu ga ik eventjes snel wat ruimtes hier eens aan elkaar plakken en doorborduren om te zeggen dat deze wil ik daar wat smaller maken. De hal die mag van mij hier komen te zitten, een soort algemene entree. En laten we de keuken dan even hier plaatsen. Die mag dan wel dezezelfde diepte krijgen. En de hal zelf, die zouden we wellicht nog wat anders in maat kunnen maken. Iets breder. Wat natuurlijk ook kan, is op het moment dat ik zeg, nou, ik vind dit niet helemaal lekker passen. Ik kan natuurlijk ook uiteindelijk zeggen, die hal maak ik net zo diep als die andere ruimtes. En dan zien we uiteraard dat die vierkante meters op dat moment wel ook aangepast gaan worden. Dus het hangt een beetje samen met het soort wijziging wat ik doorvoer, hoe of dat ArchiCAD daar uiteindelijk mee omgaat. Goed, ik pak nog eventjes hier de garage die ik dezelfde diepte geef en die we dan naast dat gebouw neerzetten. In het 3D-zicht zien we natuurlijk dit soort stappen ook allemaal wel opgepakt worden en verwerkt worden. Zoals ik net ook al zei, hier kunnen we natuurlijk ook prima met dat model aan de slag gaan en zeggen dat we aan die verhoudingen willen gaan duwen en trekken, dat we die ruimtes op andere manieren willen ordenen. Dat kan allemaal zowel in 2D als in 3D. Wat we in de regel doen is dat we de zichten erbij pakken, waarin we het beste kunnen zien, het beste kunnen doen wat we uiteindelijk willen doen met zo'n model. Dus ga ik bijvoorbeeld even naar de verdieping daarboven, waar ik dus net al een paar ruimtes verplaatst heb. Wat we hier nu zien is dat de onderliggende bouwlaag nu als een soort transparantje onder mijn plannen ligt, zodat we daar wat sneller kunnen gebruik maken van dingen als snaps. Dus als ik hier nu aan duw en trek, dan kan ArchiCAD ook reageren op de onderliggende bouwlagen om op die manier wat sneller het model op te kunnen zetten, zonder steeds bezig te moeten zijn met past dit allemaal wel, klopt dit allemaal wel, ik wil hier wat grotere overloop maken. Ik kan steeds een stukje verder doorborduren aan mijn plan, aan mijn ruimtes, aan de ordening van de ruimtes, aan de afmetingen van de ruimtes, om op die manier het model langzaam te gaan ontwerpen, het langzaam te gaan maken. Deze wil ik dan iets dieper maken en deze mag dan nog wat breder worden. Nou, laten we hem dan voor het gemak even netjes uitlijnen op de badkamer hier. En als ik nu hier dan toch wat ruimte over heb, wat we natuurlijk kunnen doen is, we hebben wel dat programma van IJzer gemaakt, maar daar had ik hier gezegd, ik wil een terras hebben. Ik kan natuurlijk ook prima zeggen, ik zet een tweede terras, wat ik hier zou willen toevoegen erbij, zodat ik
dat model verder afronden. Ik kan natuurlijk prima hier meer informatie insteken of extra zaken toevoegen die ik wellicht niet direct in het programma van IJs had, maar die nu gezien de ruimtes die ik heb, het ontwerp wat we zo langzaamaan aan het samenstellen zijn, daar wel bij passen, er wel in passen en daardoor het model stukjes gaan verrijken. Goed, dit zijn natuurlijk nog steeds allemaal ruimtes, wat inmiddels wel aan het veranderen is, omdat ik een aantal ruimtes niet zozeer alleen in verhouding, maar ook daadwerkelijk in maatvoering heb aangepast, zien we dat soort dingen natuurlijk allemaal direct in die lijstjes terug. En zien we dat die lijst ook daarin meegroeien. En dat ik bijvoorbeeld bij de terrasruimtes heb ik nu twee terrassen gecreëerd met een totaal oppervlak wat veel meer was dan in mijn programma van eisen stond. Want als we die er nog eens bij pakken, dan had ik hier een terras van 40 vierkante meter gewenst. En inmiddels heb ik daar bijna het dubbele voor gecreëerd. Die stappen die blijven natuurlijk altijd meelopen. En blijven gewoon volgen wat je uiteraard doet. Goed, deze zo'n model steeds stukjes verder doorborduren zijn stappen die je natuurlijk zet en die je ook wellicht moet zetten om een ontwerp te maken. En die je dus ook binnen Archicad zou kunnen doen. Het kan natuurlijk best zijn dat ik begin met een schetsje te maken. Om te zorgen dat ik niet meteen met computers in de weer hoef te zijn als ik een ontwerp begin te maken. Dat soort schetsjes kunnen we ook in Archicad prima toepassen. Door daar met trace reference, zoals ik nu bijvoorbeeld naar een onderliggende bouwlaag kijk, kan ik Archicad ook vragen als ik hier zeg, goh, ik heb net een heel mooi schetsje gemaakt van mijn ontwerp. Wat ik kan doen is, ik kan een kladpapiertje aanmaken, waarbij ik op een kladpapiertje kan zeggen, ik wil hier graag een afbeelding hebben. Ik heb net een scan gemaakt op PNG-formaat en dan krijg ik hier een plaatje. En zo'n plaatje kan ik inlezen om direct toe te passen als zijnde mijn schets die ik had gemaakt en hier vandaan met dit ding als een onderlegger aan het werk gaan met het opzetten van mijn model. Ik wilde nog eventjes hier een extra terras toevoegen op de bovenste bouwlaag, want daar heb ik nog wel wat ruimte over die hier staat, zodat ik dat dak daar meteen bij kan gebruiken. Nou, in het model zelf, die massastudie, die zien we natuurlijk langzaamaan steeds een stukje doorgroeien. Die ruimtes die lopen allemaal steeds van een bouwlaag naar een volgende bouwlaag. Zodat we daar ook meteen hoogtes, kubieke meters enzovoort allemaal uit kunnen gaan genereren. Dat zijn, dat is wat een BIM-model uiteindelijk natuurlijk doet. Die zal ervoor zorgen dat we die gegevens één keer invoeren en vervolgens op allerlei manieren kunnen gaan hergebruiken. Nou, om nu hier daadwerkelijk een gebouw van te gaan maken, hebben we natuurlijk wel wat meer informatie nodig. Dat gaan we ook gedurende het ontwerpproces langzaamaan toevoegen. Dus ik ga bijvoorbeeld hier eens zeggen, ik wil wat binnenwanden gaan maken. En die binnenwanden die wil ik graag afstemmen op hetgeen wat ik net met die massa's al gemaakt heb. Dus ik ga hier gewoon naar hoekpunten toespringen om snel te kunnen zeggen, ik wil die vormen die we hadden bedacht hier net, die wil ik gaan overnemen en die wil ik gaan toepassen. De volgorde, dat maakt natuurlijk helemaal niks uit. Dus of ik dat nu doe door te zeggen, goh, ik ga die muren tekenen en ik begin hier op de allerbovenste etage met het toevoegen van die wanden. Of dat ik dat doe door op de onderste etage te beginnen. Dat maakt natuurlijk weer helemaal niets uit. Dus als ik hier een aantal van die wanden getekend heb en ik ga met diezelfde wanden hier beneden ook iets tekenen, dan worden die dingen daar gewoon netjes op de juiste plaats in het model bijgeplakt. En zorgen we ervoor dat we op die manier langzaam dat model weer meer gaan leren meer gaan vertellen. Hoe die wanden enzovoort allemaal lopen, dat zijn allemaal dingen die we kunnen instellen. Ook hoe je ze tekent. Dus ik heb ze nu getekend langs de binnenzijde van de wanden. Zodat ik heel gemakkelijk die ruimtes kon overtrekken. Dat is natuurlijk geen noodzaak. Ik kan natuurlijk ook prima zeggen,
Ik wil die dingen tekenen langs de buitenkant van de wanden of waar dan ook. Of net zoiets als de hoogtes. De hoogtes zijn allemaal toegepast door ze van verdieping naar verdieping te laten lopen. Maar ik kan natuurlijk ook prima zeggen, dat wil ik hier helemaal niet. Ik wil hier graag een stukje muur tekenen wat een soort omheining wordt voor mijn terras. Dat moet dan dus niet lopen van die verdieping naar de volgende verdieping, maar dat moet op een meter hoogte uiteindelijk al stoppen. Nou ja, dat kunnen we natuurlijk allemaal prima meegeven zeggen, goh, ik wil die inderdaad hier, dan gaan we even naar het hoekje, daar laten eindigen. Die stukjes muur die worden dan inderdaad maar 1 meter hoog in plaats van de volledige hoogte. Hier heb ik net een foutje gemaakt, want ik had hier net bedacht dat ik hier aan de achterkant dat stukje weer als terras wilde hebben. Nou ja, alle informatie die je natuurlijk steeds toevoegt of die je in een model steekt, blijft aanpasbaar. Is dus inderdaad weer steeds bij te sturen op de manier zoals je dat graag zou willen hebben. Ik ga hier eventjes kijken of ik kan refereren naar mijn terrasruimte. En als laatste willen we natuurlijk gaan aansluiten op de muren hierboven. Okay. Om ook hier inderdaad zo'n stukje terrasmuur te plaatsen. Kunnen we daarin steeds aangeven hoe hoog zit dat, waar moet het starten, waar moet het eindigen. En zo langzaamaan dat model gaan experimenteren met dat model. Alles is nu dicht en wit. Ik heb helemaal geen materiaalkeuzes gemaakt. Het enige wat we hier zien bijvoorbeeld is dat ik wel heb gewerkt met muren die al bestonden uit laagjes. Zijn dat ook wel weer dingen die je... kunt bijsturen en zeggen, nou hier op die bovenkant van die wanden wil ik gewoon even, omdat ik nu aan het ontwerpen ben, dat allemaal niet zien. Ik wil dat gewoon als een witte streep zien. Een geheel, zeg maar. Dat zijn allemaal weer die zaken. Je kunt dat vrij snel bijsturen om te zorgen dat dat ding laat zien wat je wilt. Hier heb ik ook weer iets misgedaan, zie ik. Ik heb hem net niet helemaal goed laten aansluiten, denk ik. Zodat daar een extra lijntje kwam te staan. Ja, het model laat gewoon zien wat je doet. En op het moment dat je iets niet helemaal op de juiste manier doet, dan kun je dat vrij snel bijsturen, aanpassen en zorgen dat het wel weer doet wat je wilt. Laat zien wat je ook wilt zien. Wat we hier nu zien, die ruimtes, die terrasruimtes, die hebben alleen een omleiding staan. Op het moment dat ik meer naar het gebouw wil gaan kijken, kan ik misschien wel zeggen, dat soort dingen wil ik even niet zien, dus ik zet dat even uit. Je hebt eigenlijk wel met allerlei stukjes gereedschap controle over wat je ziet en over hoe je dat ziet. Ook die muren, die we nu zien uit die laagjes die we ook zojuist al in 3D zagen. Ja, als ik dat niet wil, dan kan ik natuurlijk prima zorgen dat ik die wanden graag wil zien als een dikke zwarte streep. Dus die verschillende filters die allemaal gedefinieerd stonden of staan vanuit de nulsituatie, die gaan vooral laten zien dat het model soms meer en soms minder informatie tonen wat allemaal al wel in het model aanwezig is. Ik wil weer terug naar mijn 3D-zicht, want hier willen we dat model langzaamaan verder doorbouwen. Dus ik wil bijvoorbeeld eens zeggen, laten we een deur erbij pakken. We hebben wat favorieten waarmee ik bijvoorbeeld kan zeggen, ik wil hier een enkele deur plaatsen, een ontwerpdeur, die naar binnen toe gaat openen en die hier direct een gat in de wand kan plaatsen. Zo kunnen we natuurlijk ook zeggen, ik heb een ontwerpraam nodig, wat we op een vergelijkbare manier in het model kunnen plaatsen. Zo kunnen zorgen dat dat model langzaamaan gaat groeien en langzaamaan gaat laten zien wat we allemaal instellen. Wat je instelt en hoe dat er allemaal uit komt te zien. Ik heb hier nu bijvoorbeeld, laten we deze twee ramen eens even erbij pakken. Het lijkt mij wel aardig om hier met die ramen iets bijzonders te doen. Dus daar bijvoorbeeld eens te zeggen, wat heb ik nu? Ik heb net dat raam gepakt uit mijn bibliotheek. Nou, mijn bibliotheek bevat allerhande soorten ramen en deuren. Zo'n raam heeft vervolgens een hele reeks aan eigenschappen. Bijvoorbeeld, wat voor een frameafmeting gaan we gebruiken? Is het een draaiend raam? Is het een vast raam? Of wat dan ook. Allemaal dingen die we kunnen instellen. Waar ik nu eventjes naartoe wil, is ik zou wel een hoekraam hiervan willen maken. Zodat we hier een leuke hoekverbinding kunnen maken met die twee ramen. Dus dit raam hier op de hoek wil ik graag hebben. En ik wil aan deze kant ook zo'nzelfde hoekraam hebben.
Dus ik heb zojuist die instelling is geïnjecteerd aan de andere zijde van mijn hoek, zodat we hier netjes een hoekraam van kunnen maken. Nou vind ik dit wel weer wat te gemakkelijk worden, dus ik wil misschien eens iets doen met die hoogtes. Borstwering wat omhoog, want hierachter zat de keuken. En dan wil ik deze misschien wel wat breder gaan maken, zodat we op die manier langzaamaan zo'n object, zo'n element, zo'n hoekstukje kunnen gaan verfijnen. Deze onderdelen die kunnen we natuurlijk ook prima gaan doorschuiven en zeggen, goh, op die verdieping daarboven wil ik zo'nzelfde situatie wel hebben. En misschien zelfs op de verdieping daarboven ook nog wel. Zo kun je natuurlijk steeds weer die stapjes verder doen, stapjes verder gaan en mijn ontwerp inderdaad verfijnen. Even kijken, ik wilde een kopie hebben. Okay. Die wil ik dan daar ergens hebben. De deur die we hier hebben, moet ik hier misschien ook hebben, maar hier is natuurlijk geen draaideur, want dit was de garage. Dan heb ik hier wellicht een garagedeur die ik daar zou willen toepassen. Ook daar weer hele menus met allerhande eigenschappen, instellingen, die ik allemaal kan loslaten op zo'n element. Waaronder uiteraard ook zoiets als, ik wil hem in een andere kleur gaan toepassen, ik wil een zwarte deur hebben. Dat zijn allemaal dingen die we natuurlijk kunnen blijven bijsturen om ons ontwerp steeds verder te verfijnen. Ga ik eventjes naar de achterkant van het gebouw, want hier wil ik dan ook nog wel eens iets doen. Laten we hier eens een dubbele deur gaan plaatsen, want dat is misschien wel aardig hier naar de tuin toe. En dat wil ik dan wel twee keer hebben. Gaan we natuurlijk steeds stukjes verder modelleren. Wat er aan het gebeuren is natuurlijk, als ik nu kijk naar, ik werk nu in 3D, maar als ik nu eens een 2D zicht erbij pak, dan zien we daar uiteraard dat exact diezelfde dingen hier zijn weg beginnen te vinden. En dat ook hier al die ramen, deuren enzovoort die ik in dat model heb gestoken, ook aanwezig zullen gaan zijn. Wat we nu even niet meer zien, want daar heb ik natuurlijk nog helemaal geen aandacht aan besteed, is ik had hier ook een hele indeling al aangemaakt. Die indeling, ja, dat is natuurlijk een kwestie van gewoon weer meer informatie. Misschien wel zeggen, ik wil hier op de begane grond die hal ook daadwerkelijk als een invallend of een terugliggend deel maken, waarbij die deur dan wat moet verplaatsen. Wat we verder ook daarbij kunnen gaan doen, is natuurlijk zeggen, ik wil wat binnenwanden gaan tekenen, uiteindelijk hier het model gaan complementeren met wat wanden hier. Deze wil ik doorsteken naar daar, deze mag daar wel stoppen. Ik heb hier een kopie nodig, want ik heb hier natuurlijk ook nog iets als een toilet nodig. Misschien ook nog wel iets als een meterkast die hier op het hoekje dan nog ertussen komt te zitten. Of misschien is dit wel weg. Ik kan hier natuurlijk steeds aan doorborduren en zorgen dat ik hier ervan maak wat ik nodig heb. Het kan ook zijn dat ik, zoals ik hier nu doe, die ruimtes wat anders qua maat ga maken. We kunnen straks in één keer een update doen van al dit soort eisen. Dus die verschillende ruimtes die we hebben gedefinieerd, die nu eigenlijk zonder een bouwkundige begrenzing zijn aangemaakt. Kan ik straks laten schakelen naar, ik wil dat wel degelijk een bouwkundige begrenzing laten zijn. Dus deze hal hier, ik wil dat die wordt bepaald doordat die wordt omringd door wanden. Die wanden die bepalen de begrenzing van zoiets als mijn hal. Die kan ik dus inderdaad updaten en ervoor zorgen dat dat ding netjes doet wat hij moet doen. Dus dat betekent dat hij iets kleiner was dan hij net liet zien, want de wand stond daar nog open. En hier bovenin hebben we nog zoiets als, ik heb een toiletruimte die zich hier bevindt, zodat ik ook hier een toilet kan toevoegen. Zo splits je natuurlijk steeds meer stukjes op en zullen we ook zien dat die lijsten en dergelijke gedetailleerder gaan worden. Hoe we daar mee omgaan, ik heb binnendeuren nodig, die komt hier te zitten en daar te zitten en die komt hier bij het toilet te zitten. Ik heb misschien hierboven ook wel wat wanden nodig misschien willen we hier ook wel zeggen dat we die nis die we hebben bij de voordeur, misschien willen we die hierboven ook wel gaan toepassen. Ik wil toch wat beter zien hoe die exact loopt, want die zit
op de positie daar en daar. En dan mag dit stukje muur weer wat verder naar binnen. Nou ja, dat soort stappen lopen we natuurlijk gewoon door, passen we aan en ja, volgt uiteindelijk wel in ons ontwerp. Ook hier geldt natuurlijk dat die ruimtes nu zonder een bouwkundige begrenzing waren gedefinieerd. En ja, wellicht wil ik dat allemaal wel wat anders. Dus ga ik ook hier weer zeggen, ik wil wat binnenwanden gaan definiëren. Die lopen van daar naar daar. En deze die loopt eigenlijk niet maar tot daar, maar die loopt uiteindelijk tot daar langs. En ik wilde daar nog een paar bij zetten die hier zitten. En die uiteindelijk hier nog een wand plaatst. En hier nog een wand plaatst. En hier zie ik, oh, hier had ik ook iets anders bedacht in die massastudie. Dus hier mag van mij nog wel een stukje iets terugkomen te liggen. Waardoor ik nog een stukje balkon kan creëren. Wat er aan deze zijde straks bij gaat komen. Dus ja, hier kun je ook natuurlijk weer die dingen als ik heb beneden net deuren geplaatst. Die wil ik hier ook. En die wil ik hier ook, zodat we ook dat terras daadwerkelijk op kunnen komen. Hier moet die muur een stukje weg. Want dat wordt een open hal. En deze muur die mag van mij wat langer. Zodat die netjes de begrenzing weer opzoekt. Nou ja, daar komen deuren in, enzovoort, enzovoort. Dus ik loop langzaamaan natuurlijk steeds diezelfde stappen door, om op die manier dat model steeds een stukje verder te verrijken en te zorgen dat we alle informatie die we willen hebben ook in het model gaan stoppen. Dit kunnen we ook door laten trekken. En vervolgens hier tussen weer afknippen. Nou ja. Ga ik nu die ruimtes ook hier bijvoorbeeld weer eens laten bewerken. Dus ik ga zeggen, goh, ik heb hier allerlei ruimtedefinities gedaan, maar die kloppen niet meer helemaal, of die kloppen niet meer. Ook dat zijn dingen die zowel in 2D als in 3D uiteraard allemaal kunnen worden uitgevoerd. Dus ik had hier wat wanden en hier zie ik dat ik er eentje ben vergeten mee te stretchen. Deze wanden die wil ik hebben op de eerste verdieping en die moeten op min 50 starten. En datzelfde geldt voor deze die ik wil hebben. Niet hier, maar op de tweede verdieping. Die staan goed. Dus op de plattegrond zien we die dingen dan ook natuurlijk terug. Dus dan zien we ook de begrenzing van de terrassen op een goede manier terug. Als ik hier nu ook die ruimtes eens ga updaten, dan zullen we ook hier zien dat die ruimtes vanzelf opnieuw gedefinieerd gaan worden, de juiste afmetingen gaan krijgen en ervoor zorgen dat we de boel netjes geordend en netjes gestructureerd en kloppend met de rest van het model uiteraard opmaken. Gaan we nu eens kijken naar wat verschillende uitingen, want we zaten net al even in ons 3D-zicht waarin we wat aan het duwen en trekken zijn geweest, waarin we wat ramen en deuren hebben geplaatst, waar uiteindelijk natuurlijk ook vanuit alle verschillende zichten die boel opgewerkt en aangepast kan worden. Deze heb ik niet netjes gemaakt, die moet hier stoppen. Zo. Zien we inderdaad dat netjes ook in ons 3D-scherm. Hier heb ik ook iets niet helemaal netjes gemaakt, zie ik. Want dit wil ik toch eigenlijk wel netjes laten uitlijnen. Ja, dat kan natuurlijk gebeuren als je tijdens dat ontwerpen allerlei nieuwe referenties oppakt, dingen aanpast en verandert. Wat we kunnen doen binnen Archicad is natuurlijk weer zorgen dat we dat netjes afstemmen en zorgen dat dat inderdaad netjes overeenkomt. Dus de wanden hier weer oppakken, uitlijnen en op die manier zorgen dat mijn model toont wat ik wil dat hij toont. En het ontwerp langzaamaan steeds een stukje beter wordt. Ik heb hier nu nog nergens daken, vloeren enzovoort in zitten. Dat zijn op zich ook dingen die ik misschien, als ik kijk naar dit soort weergaven, nog helemaal niet belangrijk vind.
Wat ik wel belangrijk ga vinden op het moment dat ik ook zoiets als een doorsnede zou willen gaan bekijken. Want ja, die doorsnede die bevat ja, de informatie die ik in het model heb gestoken. En daar zit nog nergens een vloer of een dak of wat ook in. Laten we dat ontwerp dan eens erbij pakken en dat dak een wat spannendere vorm geven om hem iets, ja, iets spannender te maken dan het model nu is. Wat ik daarvoor doe is, ik ga in eerste instantie maar eens aangeven dat ik aan deze zijde graag een dakvlak wil hebben, wat bijvoorbeeld even loopt van daar naar daar. En aan deze zijde een dakvlak wil hebben wat loopt van daar naar, en dan doen we maar even daar neerleggen. Dan heb ik hier nu een vlak wat een heel recht, ja, recht paneel is. Dat is natuurlijk weer bewerkbaar. Dus ik ga hier bijvoorbeeld zeggen, goh, dit puntje hier wil ik iets verder naar buiten leggen. Zodat ik iets meer dakoverstek ga krijgen. Zo kan ik ook zeggen dat ik deze hele profiellijn zelf op ga pakken. En ietsjes naar buiten kan schuiven om ook aan die zijde een beetje overstek te creëren. En nou ja, datzelfde kunnen we natuurlijk ook aan deze kant doen. Dus ook hier kan ik uiteraard zeggen, deze wil ik graag uitlijnen met dat puntje. En hopsakee, deze wil ik graag uitlijnen met dit puntje. En uiteindelijk wil ik die hele profiellijn ook weer iets naar buiten toe halen om ook hier een stukje overstek mee te geven. Nu is dit wellicht een wat iets extreme vorm voor mijn dak, of misschien nog niet helemaal wat ik zoek. Dus hier vandaan kunnen we natuurlijk ook weer zeggen, ik wil puntjes oppakken en daar eens wat aan gaan duwen en trekken. Net zo goed als dat ik ook die profiellijnen zelf kan gaan aanpakken en daaraan kan gaan duwen en trekken. En bijvoorbeeld zeggen, nou, het lijkt mij wel aardig om hem hier een beetje hol te maken. En vervolgens aan deze zijde dan een beetje meer bol te maken, zodat ik hier net iets meer hoogte overhoud voor die bovenste bouwlaag. En ook voor mijn terras, want dat gaat zo een beetje lastig worden. Dus dit punt zou ik uiteindelijk wel graag omhoog willen halen, zodat ik daar ook voor het terras wat meer hoogte kan winnen. Nou, dan, op het moment dat ik dit soort dingen doe, dan loop hier nu van alles nog door elkaar heen. Die wanden die zijn soms te hoog, soms niet hoog genoeg enzovoort. Dus ik zal natuurlijk wel ook hier weer het programma wat meer zaken moeten gaan aangeven. Bijvoorbeeld door te zeggen, nou, deze muren hier. Ik hoef op zich niet zozeer die ruimte hier onder dat dak te gaan gebruiken als zijnde dat wordt een stukje van die kamer. Maar ik wil wel natuurlijk dat dit in het ontwerp, in het beeld wat we hier in ieder geval zien, dat dat netjes aansluit. En misschien kunnen we nog wel zeggen dat we hier dat terras, dat wil ik dan wel gaan uitlijnen met die sprong of die stap in de muur die we daar hebben. Zodat dat in ieder geval alvast netjes doorloopt. En dan wil ik dat deze wand. En ook aan deze zijde, die en die wand. Die mogen van mij wel iets hoger worden. Zodat ik die netjes kan afknippen op die dakvorm. Dat kan ik uiteindelijk ook natuurlijk met dit wandje doen, want die was ik even vergeten op te pakken in mijn selectie. Zodat die ook netjes die vorm krijgt. En uiteindelijk heb ik datzelfde wat ik ook hier wil doen. Dus ook deze wanden. Die wil ik in eerste instantie zorgen dat ze hoog genoeg zijn, zodat ik ze vervolgens weer ook kan afknippen op de dakvorm die ik zojuist gecreëerd heb. En ze netjes worden afgesneden. Ja, misschien wel aardig om nu ook eens wat vloeren er even bij te leggen, want dan zien we ook een beetje, kijken we niet meer steeds dwars door dat hele gebouw heen. Pak ik nu eens een plattegrondsweergave er overigens bij. Dan zien we natuurlijk dat zo'n dakvorm, in 2D misschien in deze snedelijn best lastig te bedenken valt, door ArchiCAD gewoon getekend gaat worden. Dat is natuurlijk het leuke van het werk aan zo'n 3D-model. Het maakt niet zoveel uit waar je nu waar je de wijziging het makkelijkste doorvoert. De wijzigingen die ik net heb doorgevoerd, die waren voor mij het makkelijkst om in 3D te doen. Dus doe ik ze daar ook. Als ik vervolgens
andere zichten erbij ga pakken, ja, dat zullen uiteindelijk resultaten zijn van hetgeen wat ik vanuit een vanuit in dit geval dan dat 3D-zicht gecreëerd heb. Dus dat zal ook altijd kloppen met elkaar. En dat is natuurlijk het leuke. Daar hoef je zelf eigenlijk helemaal geen aandacht aan te besteden. Vooral gewoon doen wat je nodig hebt. En inderdaad ingeven wat je bedenkt. Nou, ik heb eventjes hier nu een paar vloerplaten erbij gelegd. Zodat we die ook kunnen terugzien in het model. Dus ik had hier een vloer neergelegd. Hier hebben we nog geen vloer. Dat zou dat we natuurlijk wel eens kunnen doen. Daar wil ik een vloer hebben die uiteindelijk de vorm krijgt van de bovenliggende verdieping. De onderliggende verdieping. Dus dan kan ik weer met zo'n trace reference functie bijvoorbeeld zeggen. Nou, hier wil ik ook wel een vloer plaatsen die deze maat krijgt. En waar ook weer die sprong uit zit. Zo. En die wil ik een offset geven. Zo, dat die ook netjes past binnen. Of dat die netjes op de muren ligt. En daar mag nog wel een stukje vanaf. Namelijk dit stukje. Zo. Pakken we 3D er weer bij, dan zien we inderdaad dat daar nu overal die vloeren in liggen. En dat we niet meer dwars door dat hele model heen kunnen kijken natuurlijk. Wat we ook gaan zien als we nu een doorsnede erbij zouden pakken, is dat ook die doorsnede datzelfde gaat doen. Dus die doorsnede, daar zien we natuurlijk ook de vloeren in die we in het model hebben gestoken. Gaat laten zien wat je tot op heden in zo'n model allemaal toevoegt. Pak ik even nu een uiting erbij, zo'n layout. Als ik deze nu eens laat updaten, dan gaan we uiteraard hier ook alle dingen die we hebben aangegeven, alle zaken die we hebben ingevuld, terugvinden. De tekeningetjes zien zoals we die tot op heden hebben gemaakt. Nu is dit nog niet helemaal naar mijn wens. Ik wil daar misschien eens wat experimenteren met materiaalgebruik. Nou, gaan we weer eens terug naar 3D, want ja, daar kunnen we dat natuurlijk het beste in zien. In 3D pak ik eens de Surface Painter erbij, om eens wat te experimenteren met materiaalgebruik. Dus alles is nu wit, maar misschien is het wel aardig om te zeggen dat we bijvoorbeeld hier eens wat gaan experimenteren met wat baksteenmateriaal. Dus ik ga hier wat vlakken aanduiden die ik graag in baksteen uitgevoerd zou willen hebben. Daar plak ik gewoon eens een textuurtje op. Uiteindelijk heb ik hier in die Surface Painter heb ik hele reeks, uiteindelijk alle materialen die ik in Archicad heb aangegeven, heb ik hier ook tot mijn beschikking. En kan ik dus gaan gebruiken om dat model te verfijnen, dat model verder op te bouwen. En te zorgen dat dit inderdaad weer laat zien wat ik wil zien. Nou, ik ga hier zie ik dat ik door die vloer te plaatsen misschien nog wel even deze muur wil opdelen. Zodat ik uiteindelijk kan zeggen tegen een van die stukjes, of tussen die tussenstukjes moet ik zeggen, dat deze aan de onderkant ietsjes mogen doorsteken, zodat ik ze kan uitlijnen met onderkant vloer. Dan ziet het modelletje er net even iets netter uit. Je ziet dat je dat soort dingen vrij eenvoudig kan doorvoeren. Eventjes terug, ik wilde nog wel iets met dat baksteen doen, want die garage die wil ik helemaal in het baksteen uitvoeren. En dus ook die dakrand hier. Tot daar, want daar wil ik dan wel weer met, met de witte wanden verder gaan. zo'n Surface Painter heeft overigens nog een extra doel. Want op het moment dat ik zeg, ik vind dit toch niet helemaal wat ik zoek, kan ik vanuit die Surface Painter veel gemakkelijker die materialen gaan aanpassen. Dus ik zie hier gewoon een textuur terug die ik in dit model, of die ik bij dit materiaal heb toegevoegd. Dit kan uiteindelijk ieder afbeelding zijn die je zelf maakt. Dus ik kan hier vandaan gewoon zeggen, ik wil een plaatje op mijn computer zoeken. Dus weer die PNG bijvoorbeeld, zoals ik die net ook voor zo'n schets al is zocht. Die kan ik gewoon, als ik iets gedownload heb, kan ik dat direct toepassen in een materiaal. Om op die manier te zorgen dat ik dat materiaal direct in mijn model kan toepassen. Dit soort eigenschappen, pardon, ook van die materialen, zijn natuurlijk ook eigenschappen die je weer in gevels en dergelijke kan gaan terugvinden. Dus ook hier zien we al direct dat zo'n materiaal ook in mijn gevel
een diversiteit kan gaan aanbrengen die we kunnen gebruiken. Op het moment dat ik nu tijdens dat ontwerp, tijdens het maken van mijn model, tot de conclusie kom dat ik misschien... Oh, sorry. Ik wilde een kopie hebben die ik daar wil hebben. Dat ik het misschien toch net weer even wat anders wil. Of ik wil het effect zien als ik wat meer informatie ga toepassen. En dan bedoel ik met name wat we nu hier zien. Er zitten wel wat ramen natuurlijk in de gevel. Ja, die heb ik er namelijk allemaal net ingestoken. Als ik hier nu ook eens zo'n raam toevoeg, dan kunnen we dat zo meteen natuurlijk ook in mijn gevel zien. En datzelfde geldt voor aan deze zijde. Even dit raam pakken. Wat ik hier ook wel wil toepassen. In die verschillende gevels kunnen we natuurlijk met die dingen ook aan de slag. Dus zeggen, ik wil er een paar van hebben. Dat is natuurlijk allemaal geen probleem. Wat we ook kunnen doen is, wat we nu zien bij die gevels, dat zien we in de voorgevel iets beter, want daar zien we de onderzijde van die ramen ook. Die ramen, dat is nu gewoon een gat in de gevel. Daar is verder nog weinig informatie aan meegegeven. Als ik daar nu eens wat meer informatie aan zou willen meegeven, bijvoorbeeld iets meer over, bijvoorbeeld de onderdorpel. Die ramen, die hebben een heel menu, dat liet ik net al even heel kort zien, met allerhande eigenschappen. En een van die eigenschappen is bijvoorbeeld ook de onderdorpel. Dus op het moment dat ik zeg, ik wil graag een onderdorpel hebben, dan kan ik kiezen uit een aantal verschillende soorten onderdorpels. En die ik simpelweg kan aanzetten. Datzelfde geldt uiteindelijk ook voor zoiets als een vensterbank. Als zonweringselementen, gaan we die kiezen? Wat voor een soort willen we dan hebben? Enzovoort. Allemaal zaken die je kunt gaan specificeren. Dat gaat voor nu misschien te ver, maar zoiets als die onderdorpel is misschien toch wel eens leuk om te kijken. Want als je nu de gevel er eens bij pakt, dan zie je natuurlijk dat zo'n onderdorpel als effect heeft dat in die gevel daar een heleboel schaduwlijntjes bij gaan komen. Van de ramen, van die onderdorpels die bij die ramen worden toegepast. Dus het heeft natuurlijk wel effect op je ontwerp. Dus wil je dit soort effecten zien, wil je kijken hoe dat uitpakt, dan is het een kwestie van die dingen aan te zetten, om te kijken hoe dat dan inderdaad in mijn ontwerp zelf tot zijn recht komt en wat voor een effect of dat soort dingen nu gaan hebben. Een stap verder in die output van het model, zo'n layout maken, waarin ik uiteindelijk ook zeg die gevelkleuren en dat soort dingen wil ik wel of niet zien. Dat zijn weer eigenschappen. Als ik hier nu die informatie heb meegegeven, ik heb die andere texturen erop geplakt met de Surface Painter, zie ik ook in mijn gevels direct terug dat ik inderdaad op deze plaatsen metselwerk heb toegepast, doordat daar ineens een arcering in zit, doordat daar een kleur aan wordt meegegeven, enzovoort, enzovoort. Iets anders waar we nog helemaal niet naar gekeken hebben, maar wat ook zeker in die ontwerpfase heel interessant kan zijn, is dat ik hier, ik ben hier een gebouw aan het vormen. Dat gebouw, dat bevat een hele reeks met ruimtes. Die ruimtes die hadden we helemaal in het begin al gedefinieerd. Hè? Dat waren al die massa's. Die massa's die hadden we inmiddels ook al laten afstemmen op het bouwkundige deel van het ontwerp. Dus op de muren. Dat waren nu de begrenzingen geworden van al die verschillende ruimtes. Die muren die zorgen ervoor dat die ruimtes begrensd worden. Dat is één. Maar die muren die zorgen voor nog iets anders, want die muren zorgen er ook voor dat er iets is tussen de ruimte binnen en uiteindelijk de ruimte buiten. Waar wil ik naartoe? We hebben in ArchiCAD nog een extra tool, genoemd wordt de Energy Model Review. En met Energy Model Review kunnen we de effecten bekijken van het energieverbruik van een ontwerp wat we aan het maken zijn. Hoe dat werkt is als volgt. Ik heb natuurlijk nog heel weinig extra's gedaan aan dit model op dit moment. Wat we toch nu al kunnen doen is hier heel snel al informatie aan toekennen. Wat we namelijk gaan aangeven is, ik heb hier thermal blocks. En een thermal block moeten we vooral zien als een soort gebruiksprofiel. Dus ik ga je vertellen dat ik bezig ben met een woning. En dat ik deze woning ga verwarmen met een gasboiler. Ik ga hem koelen met airconditioning en ik ga ventileren met warmteterugwinning. Nou, zo heb ik een soort ruimtedefinitie gemaakt
die ik in dat model wil toepassen. Nou, daar kan ik natuurlijk meerdere definities van maken. Dus ik kan bijvoorbeeld zeggen, dit zijn mijn badkamers. Badkamer. En badkamer, dat is ook nog steeds die woning. Alleen die gaan we niet koelen. Die gaan we alleen maar verwarmen en die gaan we ventileren. Zo kan ik dus allerhande van dit soort gebruiksprofielen maken. Vervolgens moet ik natuurlijk Archicad wel vertellen welke functie waar wordt gebruikt. Dus ik kan hier de ruimtes die ik net al heb gebruikt om het model zelf aan te maken, die ga ik nu hergebruiken en zeggen, nou, ik heb hier badkamers, dat zijn deze. En ik heb nog zoiets als, laten we nog zo'n profiel aanmaken. En dit profiel, het laatste profiel wat ik maak, dat zijn dan de verkeersruimte. Zo, dat is ook een woning waar we het over hebben. Een woning, zei ik. En die gaan we niet verwarmen, maar die gaan we bijvoorbeeld alleen maar ventileren. Nou, oké, prima. Die moet ik natuurlijk ook wel ergens aan toekennen. Dus ik heb hier nog de onbenoemde ruimtes. Wat zijn de terrassen? Die hoef ik natuurlijk nu niet te gebruiken. Dus die ga ik niet toewijzen aan zo'n gebied. Maar mijn overloopjes en de hal wel. Wat we nu hebben gedaan, is dat ik hier nu kan laten zien zeg maar, welke blokken nu waarbij gebruikt gaan worden. Dus ik ga hem even updaten. En wat we dan zullen zien, is dat hier zijn de verwarmde, gekoelde en geventileerde ruimtes. Hier zitten de geventileerde ruimtes. En hier zitten uiteindelijk, die laten we even niet zien, die ook niet. Dus dit zijn de verkeersruimtes, dit zijn de badkamers en dit zijn de gebruiksruimtes. Nou, wat we hier vervolgens zien is dat al die ruimtes worden begrensd door externe structuren, wanden enzovoort. Die wanden die hebben allemaal eigenschappen en hebben uiteindelijk ook U-waardes gekregen. Daarmee kunnen we dus bepalen hoeveel warmteverlies we hebben tussen binnen en buiten. Datzelfde geldt uiteindelijk ook voor de openingen. Dus er zitten hier allerlei ramen in dat model en die ramen die hebben ook allerhande eigenschappen. Hoe gaat Archicad nu met dit model een analyse doen? Archicad gaat een analyse doen doordat het project een projectlocatie heeft. Het staat ergens op de wereldbol. Van die plek zijn allerlei gegevens gedownload die te maken hebben met de klimaatsinvloeden. Temperatuur, luchtvochtigheid, windsnelheden enzovoort. Allemaal zaken die dus een rol spelen voor die analyse. En die gaat Archicad op dat model loslaten. Het schemaatje wat we nu zien geeft weer van het raam wat ik geselecteerd heb, dus dat is dat raam wat hier op de hoek zit, dat raam dat zit in de westgevel, en daar waar het nu hier geel is, valt er zonlicht op dat raam. Het feit dat er zonlicht op dat raam valt, betekent voor Archicad dat, energie binnenkomt, en ook die energie die wordt hier in dit grafiekje weergegeven. Wat we zien in zo'n grafiekje is op de horizontale balk alle dagen van het jaar en op de verticale balk alle dagen van het jaar horizontaal zijn alle uren op de dag. En afhankelijk van de hoeveelheid zonlicht die er binnen valt, wordt er dus meer energie geproduceerd. Waarom is dit nu van belang? Op het moment dat we in dat ontwerp, dus ook in deze fase al zaken gaan experimenteren, bijvoorbeeld een ruimer dak overstek, dan betekent het automatisch dat er minder zonlicht op dat raam valt in de zomer. Zodat er dus ook minder warmte binnenkomt. In die ruimte die we ook hebben gedefinieerd als een ruimte die we moeten koelen. Dus op die manier gaat zo'n energieanalyse echt vanuit het ontwerp zelf je model analyseren en daar al een heleboel informatie over geven. Hoe komt die informatie uiteindelijk naar boven? Doordat we daar een rapport van maken. En zo'n rapport gaat simpelweg laten zien hoeveel energie gebruiken we, waar wordt die energie voor gebruikt, waar kunnen we eventueel nog zaken winnen? Want er komen ook in zo'n rapportage weer een hele reeks met grafiekjes tevoorschijn die laten zien op welke momenten van het jaar er bijvoorbeeld heel veel energie nodig is om ruimtes te koelen enzovoort. Zodat we daar eens wat mee kunnen experimenteren en eens kunnen kijken naar inderdaad wat ontwerpvarianten waarin dat soort zaken ook een rol gaan spelen. Nou, dit soort rapportages worden gewoon PDF-documenten. Dat is niet zozeer een document wat nu een EPN of een EPB in België is, wat we bij een bouwaanvraag kunnen indienen.
Het is meer een rapportage die we ook naar een opdrachtgever toe mee kunnen nemen. En waarin we uiteindelijk, als we de brandstofkosten invullen in Archicad, dus we kunnen vertellen hoeveel een kuub gas kost en hoeveel een kilowattuur elektriciteit kost. En komt er dus uiteindelijk ook gewoon een kostprijs per jaar uit wat het gebruik van dit gebouw met zich meebrengt. Nou, in de schemaatjes hieronder gaan we dus inderdaad zien wat nu waarvoor nodig is. Wanneer we bijvoorbeeld heel veel zonne-energie binnenkrijgen, maar wanneer we ook bijvoorbeeld voor die koeling of voor ventilatie meer energie gaan gebruiken enzovoort. Ga ik dus dit uiteindelijk opslaan als een PDF en een ontwerpvariant maken, opnieuw die analyse doen, kan ik die twee PDF-documenten naast elkaar leggen om die zaken mee te nemen. Een andere output overigens is ook hier een Excel-document. En op het moment dat ik een Excel-document ga maken, dan zal mijn rapport worden opgeslagen in Excel natuurlijk. Die grafiekjes die worden dan numeriek allemaal ingevuld. Maar daarnaast worden ook alle gegevens in die Excel gestoken die iets vertellen over hoe er gerekend is. Dus bijvoorbeeld over de oppervlaktes van dat raam wat ik hier geselecteerd heb, of de oppervlaktes van die muur die hier als een grens tussen binnen en buiten staat. Die komen allemaal in die Excel-sheet terecht, zodat we vanuit die Excel-sheet wel die EPN of die EPB-berekening die we natuurlijk toch moeten maken, wel op een efficiënt, snelle manier gevuld kunnen krijgen, omdat al die gegevens direct voorhanden zijn. En op basis daarvan gaan we natuurlijk aan de slag en gaan we met die berekeningen verder. Uiteindelijk is ditzelfde gebouw straks ook het ding waar ook de bouwaanvraag en al die vervolgtekeningen op gemaakt gaan worden. Want daar waar ik nu net zomaar een vloer in het model heb gestoken, ga ik straks dat ding verfijnen en zeggen, dit is een betonnen vloer met een dekvloer daarbovenop. En gaan we dus ook zien dat Archicad ook al direct rekening gaat houden met alle materialen die je gebruikt. Dus ook naar uitwerking toe. Dit was een algemene buitenwand waar dus geen arcering aan gekoppeld was. Op het moment dat ik ga zeggen dat dit een spouwmuur is met een kalkzandsteen binnenblad en een metselwerk buitenblad, gaan we ook hier zien dat de bijbehorende materiaalarceringen direct voorhanden zijn. Dus nog steeds vanuit de standaard template, ik heb niets aangepast, Archicad installeren en gebruiken, kan ik heel gemakkelijk dat model wat ik in eerste instantie heb gebruikt om dingen te proberen, om een ontwerp samen te gaan stellen. Datzelfde model ga ik ook gebruiken om uiteindelijk mijn details mee te maken. Dus een detailmarker te plaatsen. En uiteindelijk in mijn navigator hier, waar ik bepaal wat wil je nu zien van dat gebouwmodel, zoek ik even het hoofdstuk details op en daar heb ik nu detail 1 staan. Ja, dit is nog niet het complete detail, maar dit is wel het uitknipsel van het detail vanuit het model. En hier ga ik vervolgens mee door detailleren, het ding verder uitwerken, door bibliotheekelementen erbij te pakken en te zeggen, ik heb iets nodig van metselwerk, namelijk een metselwerkobjectje, waarin ik ga vertellen dat mijn steen geen 10, maar 9 centimeter dik is. En die ga ik vervolgens hier in dat model plaatsen. En dit soort hulpmiddelen, die zijn voor mij natuurlijk heel gemakkelijk om dat metselwerk toe te passen. Want ik hoef alleen maar die steen in te stellen en vervolgens kan ik eraan gaan duwen en trekken om meer stenen met voegen enzovoort te laten tekenen door Archicad. En dus te zeggen dat dit lijntje weg mag die arcering van mij dan ook wel. Uiteindelijk wordt dit wat ik nodig heb. En zo heb ik ook hier in mijnzelfde bibliotheek, als we het dan hebben over die fase van het detailleren, hebben we allerhande aan plintjes, afwerkingen, vloerobjecten, waarin we ook weer hier verschillende vloertypes kunnen kiezen. En die verschillende vloertypes weer simpelweg in het model kunnen plaatsen. Kunnen gaan duwen en trekken om dat vervolgens te verfijnen en af te stemmen op exact het ontwerp wat ik nu aan het maken ben. Dus die dekvloer hier, die moet een klein stukje terug. Nou ja, dat is allemaal geen probleem. En zo werk ik dat ding langzaamaan verder uit. Dit is natuurlijk nog steeds datzelfde model waar ik ook nog steeds dus kan zeggen, ik wil eventjes terug naar die opdrachtgever toe een schematisch ontwerp laten zien. Dus die doorsnede met alleen maar die dikke zwarte strepen, of die plattegrond met alleen maar die dikke zwarte strepen, of simpelweg die layouts waar dat allemaal op was aangegeven. Daar hoeft allemaal
Ja, dat heeft allemaal geen effect. Ik ga langzaamaan dat uitbreiden, maar dat doe ik met specifieke filters die allemaal gedefinieerd staan en die ik met name ga toepassen en gebruiken. Sommige dingen gingen heel snel, maar ik zie dat mijn uur er alweer op zit. Ik heb geprobeerd om een stukje workflow te laten zien die we binnen ArchiCAD hanteren bij het maken van het ontwerp en de dingen die je daarbij al kan toepassen. Dus dat gaat over het werken in verschillende zichten, het gaat over het analyseren van het model, het gaat over het maken van die lijsten, dus die schema's van die verschillende ruimtes die we hadden bekeken, maar wellicht ook schema's van zoiets als raam- en deurstaten, die natuurlijk allemaal direct voorhanden zijn. Dus in plaats van dat ik vraag om een model of vraag om het gebouwmodel te tonen op basis van de tekeningen, dus een stuk van dat model doorsnijden, kan ik natuurlijk ook gewoon vragen om geef mij een overzicht van alle ramen en deuren die in de buitengevel staan. Met allerhande eigenschappen die daar dan bij horen enzovoort. Allemaal dingen die rechtstreeks voorhanden zijn en die je dus kan gaan toepassen. Heeft dit interesse gewekt? Wilt u meer weten? Ja, we hebben natuurlijk onze website waar informatie te vinden is. We zijn natuurlijk telefonisch of per mail bereikbaar. We hebben voor mensen die het zelf willen ervaren ook events als test drives, waarbij je zelf echt eens met ArchiCAD aan de slag gaat, dingen kan proberen onder begeleiding van een van onze productspecialisten aan de slag bent. Ja, mochten er nog vragen zijn, dan wel stel ze nu, dan wel stel ze later per mail, per telefoon of wat dan ook. Wil ik u bedanken voor uw aandacht en ja, wellicht tot de volgende keer. Nogmaals, één verwijzing op onze website staan. Naast het webinar wat vandaag is geweest, ook webinars die dus inderdaad producten inhoudelijk nog wat dieper kunnen gaan. Dus voor de gebruikers die op dit moment ook meekijken, zou ik zeker aanraden daar nog eens te kijken en daar die webinars te volgen, want die zullen zeker interessant kunnen zijn.